Michelle Wapperijs, ja. De competitie zit erop, de reguliere competitie. Heeft die competitie jou gebracht wat je ervan verwacht had? Ik denk dat we het wel gewoon goed hebben gedaan. We hebben in ieder geval onze doelen behaald en dat is play-offs halen. En dat is gelukt. Dus nu kunnen we verder kijken en kijken naar de play-offs waar we daarmee willen halen. Ik denk dat we dan wel boven onszelf moeten uitstijgen. Maar ik denk dat we natuurlijk... Het zou niet goed zijn als ik nu zou zeggen van daar zijn we niet toe in staat. Dus ik denk zeker dat we daartoe in staat zijn als we met z'n allen de neus dezelfde kant op hebben staan. En goed volleybal laten zien. Dat laten zien wat we kunnen. Dan kunnen we hartstikke goed volleyballen. En dan kunnen we het elk team heel lastig maken. En dan wil ik het nog wel eens zien. Ik heb het dit seizoen al een keer gezien in de thuiswedstrijd tegen Z-Up. En vooral de wedstrijd om de beek. Ja, dat bedoel ik. Dat ging gewoon hartstikke goed. En dan win je van setup en setup uit was ook gewoon ontzettend goed. Dan win je ook met 3-0. Ja, dus dan laat je toch heel goed volleybal zien. En laat je ook zien dat je ook bij die eerste 6 hoort. En dan nu hopen dat we dat door kunnen zetten. En dan misschien bij de eerste 4 of 3. Geloof in eigen kunnen en boven jezelf uitstijgen. Zijn dat de 2 sleutelwoorden voor de play-offs? Ja, misschien wel. Dat denk ik wel, ja. Carlijn Koebrugge, jij bent de enigste volleybalster die uit Almelo komt in het team van Eurosport. Hoe bevalt dat? Ja, wel goed. Ik ben begonnen bij Aastad in Almelo. En toen heb ik 2 jaar bij Z-Up gespeeld. In het eerste. En toen maakte je de overstap naar Eurosport omdat je dat beter leek? Ja, ik hoopte hier nieuwe dingen en andere dingen te leren en me verder te ontwikkelen. Z-Up speelt hoger in de competitie. Op dit moment. Hoe kijk je naar die play-offs? Gezien nog het feit dat je als 6e bent geëindigd in de reguliere competitie. Ja, je begint dan met qua punten een kleine achterstand. Maar iedereen moet weer van iedereen kunnen winnen. Dus ik denk dat wel... We hebben gemerkt dat de persbericht gehad net dat jullie gaan verhuizen naar Vroomshoop. Ga je nou op de fiets naar Vroomshoop of toch met de auto? Nou, ik hoop dat dat met de auto kan. Ik denk dat fietsen iets te ver is. Ik wens je alle succes toe in die play-offs. Dank u wel. Jullie halen de play-offs. Een opluchting? Ja, het was de doelstelling. En vooraf hadden we natuurlijk wat onze bedenkingen ten aanzien van die doelstelling. Maar ja, de dames hebben het tijdig geklaard. Dus een opluchting is een groot woord, maar we zijn er heel blij mee. Ik denk dat Eurosport boven zichzelf moet uitstijgen als zij in die play-offs een resultaat willen halen. Ja, dan vraag je dan iemand die verstand heeft van PR en niet zozeer van volleybal. Dus met de beperkte kennis die ik heb, denk ik ook dat ze echt heel goed moeten gaan spelen. Ze zijn wel gegroeid in de afgelopen wedstrijden, maar de andere teams zijn ook gegroeid. Als je ziet de wedstrijd die we gespeeld hebben om de Supercup, vonden we eigenlijk vrij eenvoudig met 3-0 van Sneek. Nou, de laatste 2 keer dat we tegen Sneek gespeeld hebben, hadden we weinig in de melk te brokkelen. Dus ik denk dat het een hele zware dobbel wordt. Al met al was dat ook wel een hele mooie serie met hele leuke wedstrijden en hele spannende momenten. Dus laat het maar weer gebeuren. Het zal heel moeilijk worden, maar ik zou het heel leuk vinden.